begin van het seizoen was heel goed. En toen even goed ziek geworden. En we waren eigenlijk weer op zoek naar de goede benen en de top 10 noteringen. En ja, dan is het gewoon heel fijn dat ik gewoon voor het einde van de eerste break, zeg maar, gewoon weer even top 10 kan rijden. Dus dat heeft gewoon veel motivatie voor het tweede deel. Ik voel wel dat, dat de vorm groeiend is en dat het nu eigenlijk steeds beter gaat. En, ja, goed, na een lang wegseizoen is dat denk ik ook niet meer dan logisch. En, ik voel wel dat het inderdaad beter gaat en dat ik toch wel voor de kampioenschap echt klaar ga zijn. Gieten is ook wel de traditionele break in het seizoen, zo'n beetje halfweg het seizoen. We maken hier nou ook de balans op. We gaan even een rustperiode in om alles opnieuw op te laden en opnieuw alles op punt te zetten voor de kampioenschapsmaand. Vanaf kerstmis tot en met het WK in Hoogerheide. Het ging niet slecht, maar het was echt heel lastig vandaag. Het ging heel snel en ja, hele moeilijke cross. We gaan van de week dinsdag naar Mallorca toe met de ploeg. Gaan we daar mooi even een kleine, iets grotere, iets langere week trainen. En dan 8 december cross in Overijssen. Een week nadien Kalmthout. En dan krijg je de wereldbeker namen, Zolder, ja, Diegum, Sjuistenveen en het hele riedeltje, zeg maar. Ja, namen en Zolder zijn voor mij nog twee ja, belangrijke crossen. Die liggen me best goed. En daar zo moet ik me dan ja, zien te plaatsen, zeg maar, voor het WK. Nu we het er toch over hebben, Hoogerheide eigen land, dat gaat gekhuis worden. Ja, gekhuis, dat weet ik niet. Maar als wij puur voor onszelf praten, wij gaan wel proberen onze jongens in ieder geval op punt te hebben. Dat ze daar zo goed mogelijk voor de dag kunnen komen. En ja, we hebben in het begin van het seizoen de ambitie uitgesproken voor 2 medailles. En daar sta ik nog steeds achter om dat te proberen. Ja. Ik denk dat het gewoon een prachtig WK gaat worden in eigen land. En het ligt in een goede hoek qua drukte van de bezochten van de mensen die komen kijken, dus het ziet er gewoon heel mooi uit. Heel veel volk langs de kant, denk ik. En heel veel aanmoedigingen. En daarnaast denk ik een hele spannende wedstrijd bij ons. Met veel concurrenten die aan elkaar gewaagd zijn. En ja, een hele mooie strijd in ieder geval. Heb je een beetje zin in het komend seizoen? Ja, sowieso. Zoals het de laatste weken gaat, is het hartstikke goed. Of gewoon goed. En dan is het hartstikke leuk natuurlijk.